Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij weer een video over de Mei Cusini chocolade 3D printer. De eerste twee video's hebben we gezien als eerste de unboxing van het apparaat en de tweede dat was een eerste print afkomstig vanaf de micro SD kaart die bijgeleverd was en waarop ongeveer 240 voorbeelden staan om te printen. Maar dat is natuurlijk niet alles. Er is meer om te printen. Als je zo'n Mei Cusini koopt, dan kun je je aanmelden in de Mei Cusini Club. Dat doe je aan de hand van wat gegevens die je moet invullen, maar in elk geval ook aan de hand van het serienummer van je printer. Als je in die Mei Cusini Club zit, dit is de pagina die u nu ziet, dan kunt u daar een aantal dingen doen. U kunt om te beginnen uw taalinstellingen doen. Zoals u hier ziet. Hij staat bij mij op Duits. Had ook op het Engels kunnen staan. Om het even. Er zit een berichtencentrum in. Daar krijgt u bijvoorbeeld berichten te zien. Over updates zijn voor uw apparaat. Dan hebben we een sector. Dat is de tips en tricks. En in de tips en tricks hebben we eigenlijk drie items. Zoals u hier ziet. Allereerst een boodschap, welkom in de Mei Cusini Club, leuk. Dan een aantal video handleidingen, dat gaat vooral over het schoonmaken en het 3D printen met de Mei Cusini. Ongetwijfeld zullen hier later meer video's aan toegevoegd gaan worden, zoals ik heb begrepen. En een download sector, met in dit geval, en dat is wel een beetje verbazingwekkend, de Quick Guide erin. Die ook op papier mee wordt geleverd. Gek is het, als je gaat zoeken op het internet, dan vind je zelfs een Engelstalige complete handleiding. Ik dacht een pagina of 30 groot. Maar die vinden we hier toevalligerwijs niet terug. Dat is wel een beetje apart. Zou eigenlijk wel moeten natuurlijk. Maar goed, wie weet wat er hier in de toekomst allemaal nog bij zit. Dat is dus de sector tips en tricks. Dan hebben we hier eigenlijk de inhoud van de SD-kaart, de voorlagenbibliotheek. Omdat er straks eventueel ook met deze printer met gewoon voedsel geprint kan worden. Met bijvoorbeeld zaken als aardappelpuree of eventueel fondant. Zullen hier later mogelijkerwijs ook andere voedingsmiddelen getoond gaan worden. We gaan even naar de choco, want daar gaat het eigenlijk om. Dit is de chocoladeversie, dus ik klik op die chocoladeversie. En dan hebben we hier eigenlijk die inhoud van die, van die SD-kaart, zeg maar. Dit is de kerstversie die we hier nu zien. Als ik er eentje terug ga, dan kan ik hier kiezen voor kerst, voor landen en steden, liefde, Pasen. Nou, allerlei voorbeelden die er dus op die SD-kaart staan. En dit wordt verder uitgebreid. Dus op een gegeven moment zullen hier zaken staan die nog niet op de SD-kaart staan. En die je dus naar de SD-kaart kunt overbrengen. Dat zou wel een tip voor mij zijn, voor Mei Cusini. Om hier bijvoorbeeld ook ergens een bestand neer te zetten waar je gewoon alles in één keer kunt downloaden. Dat is een stuk makkelijker dan het zelf in de gaten te moeten houden. Maar oké, dat is tot daar aan toe. Ik ga weer terug. Helemaal naar de start. En dan gaat het mij vooral nu hier aan de linkerkant aanwendingen. Dat is eigenlijk, dit zijn de apps, zeg maar. Hier zijn een aantal mogelijkheden die je kan doen als je vanuit de Mei Cusini Club iets wilt gaan printen. Nou, we klikken op die aanwendingen en dan zien we een vijftal zaken. Eerst schriftzüge verbonden. En dat wil eigenlijk zeggen tekst waarbij de tekst aan elkaar verbonden is. Dus aan elkaar geschreven. Dat is makkelijk, want dan heb je één chocolade item wat je zeg maar ergens op kunt doen, of bijvoorbeeld op een taart of wat dan ook. Die gaan we dan ook zometeen gebruiken. Dan hebben we tekstboodschappen. Je ziet het al aan het plaatje, is dat je nu eigenlijk afzonderlijke letters print, als het ware. Ik heb er even naar gekeken. Er zitten er ook wel bij waarbij zeg maar, een gedeelte van de tekst dan aan elkaar zit en een gedeelte niet aan elkaar zit. Maar dit zijn dus losse letters in feite. Daar praten we eigenlijk over. Dan krijgen we vrijhand zeichenen. Dat wil eigenlijk simpelweg zeggen, ik moet weer even klikken op Choco, dat ik hier zelf iets kan tekenen en dat dat dan dus geprint gaat worden als ik dat ga doen. Nou, dat ga ik niet doen natuurlijk, maar dat zou wel kunnen.
Nog wel een hele aardige is een contour natekenen. Eigenlijk is het hetzelfde als vrijhand tekenen. Alleen, dan kan ik een plaatje uploaden. En dan kan ik dus natekenen, dat is dat plaatje is eigenlijk de achtergrond waarop je tekent. En zo kan je eigenlijk datgene wat op het plaatje staat natekenen. En dat maakt het dan weer een stuk makkelijker. Zal ik kijken of ik daar een voorbeeld van heb. Ja, ik heb hier een geocache box. Dat is een STL, dat moet ik niet hebben. Ik moet een plaatje hebben. Even kijken of ik daar iets van heb. Nou, even denken. Dan laten we hier maar eventjes een plaatje van... Grease, dat hebben we met carnaval gebruikt. En nu zou je dus zeg maar die figuur na kunnen gaan tekenen. Zie je dat? En uiteindelijk kan je dat dan als downloadbaar gedeelte. Nou ja, hè? Je snapt het idee. Als downloadbaar gedeelte kan je dat dan uiteindelijk gaan printen. Dat wat je daarna getekend hebt. Naar, ja. Ook hier weer iedere keer die keuze voor chocolade, want hier bestaat dus ook de mogelijkheid dat hier straks weer andere zaken bij komen te staan. Dan hebben we nog een beta-app, er staat ook boven experten-app. Dat is namelijk dat je ook je eigen 3D-bestanden kunt gaan gebruiken. Wel even in de gaten houden dat er een maximum grootte is van het printbed. En die is ongeveer 10 cm breed, 8 cm diep en een 4,5 tot 5 cm hoog. Maar ik heb er even mee gespeeld en ik ga nu even terug naar dat STL bestand wat ik zojuist liet zien. Dat is een STL bestand van een geocache box. Even kijken of ik die erbij kan halen. En dan zullen we zien dat die gaat worden ingelezen en dat je die printbaar kunt maken. Hij is er nu aan het inlezen, daar is die. En dan kun je de grootte aanpassen hier. Hij staat op dit moment gelokt, dus hij doet hem helemaal aanpassen. Nou, je kunt hierop inzoomen. En dan zou je dit als chocolade kunnen gaan printen, zeg maar. Dat zou dus kunnen. Gaan we niet doen. Maar dit is wel een hele interessante, want daardoor kan je in programma's als Fusion 360 of in Tinkercad simpelweg zelf iets ontwerpen. En dat hier gaan inlezen om later met chocolade te gaan printen. Ik ga terug. Helemaal terug naar die dingen, want ik wil eigenlijk schriftzoeken verbonden gaan doen. Ik wil eigenlijk... de firmanaam van onze firma wil ik gaan uitprinten. Ik pak dus Schriftzüge verbonden. Ik moet het levensmiddel weer kiezen. Dat is chocolade, want op dit moment wordt er alleen met chocolade geprint. En overigens, een van de voedselsoorten die ook straks gebruikt kan gaan worden, is waarschijnlijk marsepein. Dat is wel ook wel een hele aardige natuurlijk. Nou, dan kan ik hier schrijven met je eigen tekst als het ware. Dus ik kan hier gaan zeggen de firmanaam van onze firma. De tekst invoegen. Nou, dan kan ik even hier gaan inzoomen om te kijken hoe dat eruit ziet. Nou, dit is al aardig, maar misschien wil ik het met een ander lettertype even kijken. Er zit hier namelijk nog de keuze om een lettertype, SRED en RASAL. Even kijken wat er dan gebeurt. Nou, ik vind dit wat minder mooi. Dus ik pak die AZRED. Ik kan het lettertype verkleinen. Je ziet dan ook gelijk dat de tekst verkleint. Ik ga hem doen in 14. Zo. Vervolgens kan ik ik kan hem verplaatsen op het bed. Dit biedt mij de mogelijkheid om straks, als ik wil, twee dingen op één printbed af te printen, zeg maar. Nu, op dit moment is het de hele tijd nog maar één ding op het printbed, maar dat zou dus twee kunnen zijn door hem te gaan verschuiven. En op de andere plek er een ander ding bij te gaan leggen. Een ander ontwerp. En ik kan de schichtheuwe, dus de hoogte van de print bepalen. Op dit moment staat hij op 4. De nozzle diameter is een millimeter. Dat wil dus zeggen dat zeg maar in principe 4 millimeter hoog wordt. En dat laat ik even zo. Eventueel als je wil kun je nog gaan spiegelen. Dan staat het op de kop. Ja, dat is wat je wil. Maakt natuurlijk niet zoveel uit. Als je hem omdraait dan staat het toch weer gewoon greep op. Dus hoe je het bent of keert. Nou, oké. Okay. We gaan even naar beneden. Dan zien we daar weiter staan. Dus ik ga kiezen voor weiter. Ik ga toch nog één laagje erbij doen. Zo. Want het blijkt dat als ik hier kijk, dan zie ik hier maten staan van een halve millimeter. 2,5 millimeter bij 5
lagen, zeg maar, zie je dat hier staan aan deze kant. Dus ik ga hem iets hoger maken, ik ga hem 6 maken. Dus 3 mm. Oké, nou dat is even om te spelen. De volgende klik ik op weiter. Ik moet hem een naam geven. Nou, ik noem hem dus eventjes de naam van mijn firma, Fabelfun. En ik zeg weiter. Dan ga ik een pagina krijgen waarop ik het kan downloaden. Dus de G-code kan downloaden. Dus net als bij 3D-printen wordt een G-code gemaakt. Een G-code datij. Nou, dat ga ik doen. Die ga ik downloaden. Die gaat natuurlijk normaal gesproken naar downloads. Ik zet hem nu gewoon op mijn bureaublad. Ik noem hem ook Krebelfun. Ik klik op opslaan. En Google Chrome heeft dit gedownload. Overigens wordt aanbevolen om deze My Cuisine Club met Google Chrome te gebruiken. Dus niet met andere software. Ik ga dit printen. Zometeen als ik daar klaar mee ben, ga ik laten zien hoe dat eruit ziet als het geprint is. Alvast heel veel plezier met het kijken naar deze video. En tot de volgende keer als we weer een video maken over oftewel 3D-printen, oftewel CNC-routing. Of misschien wel over de My Cuisine. Tot de volgende keer. Dag.
Dit is dan de uitkomst van de print. Prachtig gelukt zoals je ziet. Dit is echt een leuk product. Heeft nog wat haken en ogen. Maar je ziet dat het lukt.